De titel van mijn column is Iets. Een horecapaviljoen van 10 bij 20 meter langs de meer in Wiegen gaat hem niet worden. Na alle commotie van de laatste weken vindt een groot deel van de raad dit iets te veel van het goede. Maar ze zijn in Wiegen niet voor één gat gevangen. Er wordt nu bekeken of er politieke overeenstemming bereikt kan worden over een plan B om uit de impasse te komen. Iets kleinschaligs, zonder commercie. Iets met cultuur, historie en educatie. Waar je iets kunt drinken zonder dat dit de hoofdfunctie is. De letter B van plan B staat dus voor beter iets dan niets. Wat mij betreft is dit plan H met de H van halfslachtig. Of plan S met de S van slaat nergens op. In gedachten zie ik twee vrijwilligers van de VVV, die nu op de begaande grond van de Krullentoren hun winkeltje bestieren, in een kiosk aan de meer zitten met op hun tafel en aan de muur iets van cultuur, historie en cultuur. En iets van een kopje thee schenken voor henzelf en een toevallige bezoeker. Voor de twee vrijwilligers wel een veel mooier uitzicht dan ze nu hebben. Maar het is natuurlijk drie keer niks. Ik ben altijd sterk voorstander van aanschouwelijk onderwijs. Daarom hierbij een suggestie voor de Wiegese Raad. De gemeente Nijmegen gaat binnenkort drie chique straatkiosken van 17 jaar oud uit de binnenstad verwijderen omdat geen hond meer belangstelling heeft om ze te huren. Ze staan nu gruwelijk in de weg. Misschien kan Wiegese er eentje voor een schappelijk prijsje kopen voordat de gemeente Nijmegen ze op marktplaats zet. Daarna met de gemeentelijke aanhanger naar Wijchen rijden en neerzetten langs de meer. En er dan iets kleinschaligs mee gaan doen. Na een week moet toch compleet duidelijk zijn dat iets niets is. In Nijmegen is nooit sprake van een plan B. Er is alleen een plan A. Met de A van alles of niets. Dus niet alleen het eerste deel vanaf de Graafse weg. Vanaf het Keizer Karenplein voor auto's versmallen ten faveur van de fietsers. Nee, de rest van de Graafse Weg ook. Geen halfslachtig werk. Hetzelfde geldt voor de nieuwe moskee die gebouwd gaat worden op het parkeerterrein tegenover 52 degrees bij Station Goffert. Ook dat gebouw wordt niet zomaar iets. De impressies in de krant en op internet laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Twee hoge minaretten, een grote gebedsruimte met majestueuze koepel, ruimte voor bijeenkomsten, een stilteruimte voor anders gelovigen, kleinschalige horeca, winkels en ook nog een kapper. Iedere pastoor in Brabant heeft een kroeg voor of naast zijn kerk. Een beetje imam denkt tegenwoordig: ook al schenk ik geen bier, met andere horeca-onderdelen valt ook wel geld te verdienen. En met winkels en een kapper wordt het naar de moskee gaan nog een hele beleving. De bestemmingsplanprocedure moet nog gaan starten. Wel is afgelopen woensdag de koopovereenkomst van de grond getekend door de gemeente en de Islamitische Stichting Nederland. Ook dat is meer dan iets.